Pronto Sumoharjo, ondervoorzitter van de politieke partij Percaloer, gaf tijdens zijn toespraak in verband met 134 jaar Javaans immigratie te Marienburg aan dat de partij een plan heeft met de olieinkomsten. Elke geborene moet bij wet een aandelenpakket van $10.000 krijgen. In gesprek met Sunweb TV werd een Angelique Del Castillo, voorzitter van DA 91, gevraagd hoe ze hier naar kijkt. Nou, laat me dit zeggen. Ik ben voorstander van verantwoord omgaan met die inkomsten die gaan komen. Dat is een van de belangrijkste redenen ook deze keer dat ik aan mensen zeg dat die verkiezing zo cruciaal is. Dat we daar bestuurders moeten hebben die verantwoord met die inkomsten zullen uitgaan. Want het is berekend voor ons dat in de eerste 5 productiejaren we $7 miljard kunnen verdienen uit die oliesector. We weten daarnaast dat we hele grote schulden moeten aflossen. We willen geen geld verdienen en dan schulden weer nog hogere rentes erop verkrijgen doordat we weer uitstel vragen. En dan onze kinderen opzadelen met schulden die ze nog steeds moeten betalen wanneer er al geen olieinkomsten meer zijn. Dus we moeten daarnaar kijken. Voorts moeten we ons land liften uit die algehele economische malaise. Dat betekent we moeten zwaar investeren in ons onderwijs, in onze gezondheidszorg, zodat burgers gezond zijn en onderwezen kunnen worden en ongeacht leeftijd. En in die veiligheid. We weten dat dat nodig is, ook voor het investeringsklimaat verbeteren, et cetera. Dus wij als DA 91 hebben al reeds lang aangegeven dat we bezig zijn met een plan uit te schrijven waarbij de Surinamer daadwerkelijk ook in zijn zak kan merken dat we extra verdienen. Maar tegelijkertijd dat ook die toekomst van die Surinamer van vandaag, maar ook die nog komen moeten, een zekere garantie heeft dat er een basis voor voortgaande ontwikkeling wordt gelegd. Dus wanneer ik politici hoor roepen dat ze 10.000 gaan geven, anderen roepen dat ze Pajero's cadeau gaan maken, et cetera, aan mensen, dan kan ik alleen maar, wenkbrauwen fronsen en zeggen van, wat is dat? Waar is dat plan? Hoe gaat hij het doen? Wat moeten die mensen met dat geld doen? Wat gaan ze daarvoor niet meer krijgen? Hoe lang gaat hij dat kunnen geven? Aan hoeveel Surinamers gaat hij dat geven? Toch? Wat is die duurzame kijk? En dan kom je op de conclusie dat het in feite alleen maar loze, holle beloftes zijn om mensen hun hoofd op hol te jagen. Want er is geen plan daarachter hoe dat te doen. Er is geen calculatie wat er verder gaat gebeuren. Toch, als je zegt, wij zeggen ook de mensen moeten het in hun zak voelen. Maar we zeggen van, we moeten een goede onderverdeling maken tussen een fonds waar de oliegelden naartoe gaan. Een deel gaat in de begroting worden opgenomen, om die begroting te versterken. Een deel moet je direct aanwenden om je schulden te betalen. En er gaat een deel zijn wat je kan zeggen van, er komen speciale fondsen voor studie, waar mensen makkelijk gebruik van kunnen maken, woningbouw, ondernemerschap. Dat mensen zeggen van, er is geld daar en het is ons geld en ik heb er makkelijk toegang toe als ik iets wil gaan doen voor mijn eigen ontwikkeling, dat het land ten goede komt. We hebben in dat proces hebben we ook gekeken naar onder andere de wijze waarop de Alaska Fond werkt. We zijn ook, kijken ook naar dat van Noorwegen. En we hopen dat we tegen eind deze maand, midden september, met een goed plan naar buiten kunnen komen. Maar een plan, zodat mensen kunnen verifiëren als het werkelijk uitvoerbaar is. Dit wat ik hoor vanuit meneer Brontë-Sommelhardjo, maar ook vanuit andere politici, dat zijn gewoon kreten. En de slimme kiezer, de wijze kiezer, die zal zeker vragen, maar hoe en voor wie en hoe lang. En daarop is er geen antwoord. En dat zegt al voldoende.